Welkom bij Eva, een muziektheatrale podcastserie van Studio Minailo naar het gelijknamige boek van Carrie van Brugge. Je luistert nu naar een contextaflevering. Schrijver en librettist Gaia Schoeters gaat in gesprek met schrijver en vertaler Barbara van der Pol. Dit naar aanleiding van haar boek Er is geen ander zijn dan anders zijn. Denken met Carrie van Brugge. In deze vijfde en laatste contextaflevering spreken ze vanuit de keuken van Galerie Bart in Amsterdam over Carrie van Brugge en haar houding tegenover nationalisme en groepsdenken. Kijk op de podcastwebsite www.carrievanbrugge.nl voor meer informatie en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Een hele fijne middag. Ik ben schrijver Gaia Schoeters en ik maak samen met Charme Minailo een aantal podcasts over Carrie van Brugge en Eva, een boek van haar. En tegenover mij zit helaas voor het laatst Barbara van der Pol en die heeft een boek geschreven over de figuur Carrie van Brugge. Dat boek heet Er is geen ander zijn dan anders zijn. En vandaag gaan we het hebben over Carrie en de ismen. Wat met de ismen, Barber? De ismen. Ja, en dan misschien met name, om te beginnen, het nationalisme. Ja, als we beginnen met het nationalisme, dan denk ik dat we moeten beginnen met een pamflet tegen nationalisme dat Carrie geschreven heeft. Ja. En dat heet Vaderland, Mensenliefde en Opvoedkunde. Ja. Dat is uit 1916 en het is, ik heb een authentiek exemplaar thuis, maar dat is totaal verkruimeld. Maar je kunt het wel ook op internet vinden, dit prachtige, ja wat is het? Het is een brochure, een pamflet. Zij schreef vaker essays, uitgebreidere essays, die dan apart werden uitgegeven, daarna weer als brochure. Ze was best populair, zoals je begrijpt. En ze werd genoeg gelezen om dit soort dingen als uitgever te doen. Het is een pamflet. Het is een démasqué van het fenomeen nationalisme. Een heel satirisch pamflet. Ik vind het buitengewoon behartenswaardig. Als ik denk aan de belangrijke pamfletten zoals ik die heb meegekregen tijdens mijn leven. Laten we zeggen van de laatste 30 jaar of zo. Dan vind ik het van eenzelfde kwaliteit als Karel van het Reven, die zijn Huizinga-lezing hield tegen de onleesbaarheid van de taalwetenschap, waarmee hij een geweldige knuppel in een hoenderhok heeft gegooid. Ik denk ook aan Louise Fresco, ook een Huizinga-lezing, die een keer die in haar lezing de stelling verdedigde dat de natuur helemaal niet moederlijk was voor ons, maar dat we echt als mens ontzettend ons best moesten doen, ook via de wetenschap, om genoeg voedsel te produceren voor de hele wereld. Dus eigenlijk tegen de biodynamische winkeltjes van toen, waar veel romantiek omheen hing. En Joke Koolsmit, wat dacht je daarvan? Het onbehagen van de vrouw. Ze heeft nog een pamflet geschreven. Carrie van Brugge, daar komen we straks vast nog wel even op. Dat heet Twee moderne vrouwen. Dat is leuk om die twee pamfletten met elkaar te vergelijken. Ja, en toch ook met de multiculturele samenleving van Paul Scheffer. Ik vind dat pamflet van Carrie van Brugge van dezelfde kwaliteit en van hetzelfde belang. En ik denk ook dat het geen spat is veranderd. Want het gaat over, waar gaat het over? Het gaat eigenlijk tegen fenomenen als xenofobie, folklorisme en heldenverering. Ja, dan ben ik helemaal in het nu beland.
aan de parallellicht wordt oprapen. Heel soms wordt het ook wel, onder andere door Paul Scheffer is het een keer geciteerd, een van de afgelopen jaren, als zijnde visionair. Dus dat is het. Dat is vaderlandsliefde, mensenliefde en opvoedkunde, waarbij ze stelt dat mensenliefde en vaderlandsliefde diametraal tegenover elkaar staan, niks met elkaar te maken hebben. En wat de opvoedkunde betreft, stelt ze vast dat we voor al de kinderen moeten behoeden voor dat vlaggige wapen. Het is heel actueel, maar het komt natuurlijk op het moment dat zij het schrijft heel ergens anders vandaan, want we zitten vlak na Wereldoorlog 1. We zitten er nog in. Het is 1916. We zitten er nog helemaal midden in die oorlog. Dus het is niet één op één op deze tijd te leggen, uiteraard. Zal had er ongetwijfeld veel plezier in om het ook te doen lijken op een mini-lof der zotheid, Erasmus. Je kende het werk van Erasmus. Het is ook een... Je kunt het een beetje vergelijken met zijn Klacht van de Vrede. Erasmus heeft een Klacht van de Vrede geschreven. Waarbij ik wel moet aantekenen dat Carrie van Brugge geen pacifist was. In die zin dat ze ervan overtuigd was dat het altijd oorlog zou zijn. Dat er altijd oorlogen zouden zijn. Maar ze was natuurlijk wel tegen al die mensenoffers die in oorlog worden gebracht onder het mom van dat het voor één goede zaak zou zijn. Het is een hele andere tijd uiteraard. En Nederland was neutraal. België was niet neutraal, dat hebben ze daar geweten. En toch, was zij heel betrokken bij die wereldoorlog. Ze was zich van bewust ook dat soldaten ook in Nederland gemobiliseerd werden. Ze heeft ook nog zo'n soldaat een poosje als schooljuffrouw vervangen. Heel erg veel heeft ze er niet over geschreven, hoor, over die tijd en wat het met haar deed. Niet in haar romans of zo, opmerkelijk weinig zelfs. Ik denk wel eens, waar is de oorlog dan? Maar in dit pamflet heeft ze het wel gedaan. En ik heb wel misschien een verklaring voor waarom haar dat nou zo hoog zat. Zij was... uiteraard dat gediscrimineerde Joodse kind. Dus ze was overgevoelig voor dat soort volksbewegingen, dat soort emoties, groeperingen die dachten dat het een mocht uit naam van iets hoger en het ander weer niet. Ze is opgegroeid in de 19e eeuw. Hè. Ze is in 81 geboren. 1 januari 81 is zij geboren, Carrie van Brugge. De 19e eeuw was een heel nationalistische eeuw. In die zin van dat toen nazi's, landen zichzelf gingen definiëren en zochten naar helden en naar liederen en van alles wat dan dat land, de eenheid van dat land, zou vertolken. Het is de tijd dat het Nederlandse volkslied, hoe heet het, weer Nederlands bloed door de aderen stroomt. En dat soort hele mooie melodieën, doodenge teksten als je erover nadenkt, ontstonden. Dat heeft zij natuurlijk als kind ook allemaal meegemaakt, gevoeld. Hoe dat zat. Ze heeft meegemaakt hoe de Joden enorm vervolgd werden in heel Europa, maar met name dan in Rusland, want daar heeft ze het in ieder geval heel regelmatig over. Hoe er werd gecollecteerd voor de Joodse, de Russische Joden die moesten vluchten voor de pogroms. Ze was zich bewust van, bij wijze van spreken, van de gevaren zijn overal en oppassen is geblazen. Dat is haar waakzame houding, kan ik daaruit verklaren. Ja, je zei net, de 19e eeuw was een heel nationalistische eeuw. Onze eeuw is een heel identitaire eeuw, maar een eeuw die ook in zekere zin weer helemaal in de waan is van dat nationale, van de taal ook. Bij Carrie komt het ook neer op taal is een middel tot identitair denken, tot patriotisch denken. Ja, het
Taal, daar heeft ze heel veel zich over geuit, over het fenomeen taal. Het is boeiend en soms hartverscheurend hoe zij nationalisme weet te verbinden met taal, met taaluitingen. Zij had sowieso een broertje dood aan niet alleen nationalisme, maar nog een paar ismen. En de belangrijkste daarvan is waarschijnlijk purisme geweest. Het idee van dat iets zuiver zou zijn, zou kunnen zijn. Nou ja, in ieder geval, ze ontmaskert het wij-gevoel zoals dat door de politici werd gevoed. Als zo, met kreten dus over schoonheid, zuiverheid en uniciteit van onze taal. Terwijl, stelt ze vast, niets zo willekeurig, rommelig en subjectief is en hoort te zijn als taal. Taal is voortdurend in verandering. Ja, ik weet niet hoe het hier bij jullie in Nederland zit, maar bij ons in Vlaanderen in elk geval is dat nationalisme heel erg taalgebonden. Die twee dingen zijn bij ons ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Is dat ook iets wat in Nederland in dezelfde mate speelt, denk je? Dat in de tijd van nu de zuiverheid van het Nederlands, de Nederlandse taal, samenhangt met het nieuwe populisme? Ja, ik denk, ja, daar moeten we zeker even... Ik denk dat die volkshuis waar ik net over had, het is... Ook weer zoiets van, ja, wat is een volk? Wat is een taal? En taal ontstaat altijd door een hoop willekeur en een hoop gewelddadigheid. En zo zijn landen ook ontstaan. Dus dat geeft al meteen toch de nodige aanleiding tot relativering en skepsis en zo. Dus dat is heel duidelijk haar insteek. Pas toch op met die woorden. Ja, nee, het is werkelijk zo. Het valt mij altijd op. Ze heeft er nog één. En dan gaan velen in Nederland huiveren als ze dit horen. Ik zal het voorlezen. In de gedachte dat er over een eeuw of twee geen Hollands meer zou worden gesproken, ligt niets bedroevends of ontstellends. Waarmee ze werkelijk wil zeggen, de dingen gaan zoals ze gaan. En het is niet zo dat je moedwillig je taal verkwanselt of zo, maar de dingen die gaan zoals ze gaan. En ze vindt het veel enger dat je dat tegen de natuurlijke beweging in zou beschermen. En dan moet ik denken aan mijn eigen discussies die ik wel eens voer over... Dat prima als je dialecten of andere minderheden op taalgebied wilt verdedigen. Of als je woordenboeken wil maken van taaleigen dat dreigt te verdwijnen. Maar het is ook ontzettend belangrijk om te letten op dat mensen überhaupt elkaar kunnen begrijpen. Een heel groot deel van de wereld is er juist schreeuwende behoefte, zal ik maar zeggen, aan globbish. Gewoon een... Het Engels wat we met elkaar kunnen spreken en via welke we elkaar kunnen begrijpen, verstaan. Ik vind het heel spannend om het van jou te horen, want je bent natuurlijk ook vertaalster, dus je kent de waarde van het omzetten van elke nuance naar die eigen taal. Maar tegelijkertijd pleit je dus voor een soort liefde voor het internationale Engels, waar we ons allemaal van bedienen als een middel tot communicatie. Nou, ik sluit me aan bij haar. Dat het niet erg zou zijn als over 2 jaar dat Hollands is weggezakt. Als vertaler weet ik dat het... als vertaler doe je iets heel hybride-achtigs. Je zit tussen twee talen in. Je zit op een oude taal, zit je eigenlijk een nieuwe te enten met jouw middelen. Ik las een heel mooi essay van Olga Tokarczuk, die Nobelprijswinnaar, ook een vertaalster. En ze heeft dat in het blad Nexus geschreven. Dat een voorbeeld, Montaigne. Een Fransman die leest dat als iets klassieks, oud, een beetje suf, een beetje saai. Kan de kwaliteit er wel van inzien. En in Frankrijk moet je de klassieken lezen, dus ze zal ze ook nog lezen ook. Maar als je Montaigne in vertaling leest, dan is daar dus een stem over, een ontwikkeling overheen gegaan. Een andere tijd heeft zich daarin ook gemengd. En dan krijg je weer iets nieuws.
hetzelfde anders. En ja, voor dat soort ontwikkelingen zou ik altijd willen gaan. Maar het brengt ons inderdaad weer bij Carrie's afkeer van alles wat dogmatisch wordt, van alles wat dwingend wordt en voor een soort respect en accepteren van verandering en maatschappelijke verandering om je heen. Ja. Ze gaat er dan verder mee aan de slag in hedendaags fetischisme, waarin ze eigenlijk taal als fenomeen nog wat nauwer gaat bekijken. Ja, ze probeert ook daarin, hedendaags fetischisme leunt ook wel sterk tegen Prometheus aan in zoverre. Kijk, Prometheus was niet een veelgelezen boek, hè? Dat kon ze natuurlijk niet uitstaan, want het stelde heus wat voor. Ze had hele grote bewonderaars, maar het grote publiek, wat dacht je, nee. En dus komt ze in het eerste deel van het boek, gaat ze toch weer die theorieën van Prometheus uiteenzetten. Maar daarna is ze waanzinnig rommelig en geestig. Het is eigenlijk één grote moppetrommel. Wat er dan volgt op het gebied van de taal van de heilige huisjes. Ze gaat de tachtigers parodiëren. Ze gaat weer politici aanvallen die zo hun verkeerde ideeën hebben over hoe dat moet met dat wij-gevoel en zo. Ja, dat wijgevoel, want taal is een middel om dat groepsgevoel, waar ze dus eigenlijk nogal afkerig van staat, individualisme, collectivisme, taal promoot dat groepsgevoel. We spreken dezelfde taal, we horen tot dezelfde groep. Ja, en dat is natuurlijk ook zo. En het woord wij is geen onzin. Maar ik zou bijvoorbeeld willen zeggen, iedere schrijver is zijn eigen minderheid. Een schrijver is veel meer zijn eigen minderheid dan dat hij nou zo speciaal deel uitmaakt van de wij-schrijvers van een bepaald land of de wij-tijd waarin we toevallig geboren zijn. Als het goed is, ben je een minderheid binnen dat collectiverende geklots om je heen. Het is al wel moeten. Dat is ook de lol ervan en het belang er eventueel van. Deze collectieve vooroordelen dragen voor het gevoel het karakter van vanzelfsprekendheden. Waar deze heerschappij voeren, wordt aan kritisch onderzoek niet meer gedacht. De groepsdrift is de fundamentele begripsverduisterende collectieve bevangenheid die de mens overal doet zien wat hij gelooft te zullen zien. Op de basis van de door de groepsdrift geïnspireerde indelingen, seksualisme, nationalisme, aristocratisme, worden verschillen verwacht en derhalve geconstateerd die niemand meer zou constateren wanneer deze indelingen door anderen, uit de reden gesproten, vervangen zouden zijn. Uit Hedendaags Fetischisme, 1925. Is er iets wat we uit Carrie van Brugge kunnen leren wat ons kan helpen om kritisch te reflecteren over hoe vandaag met dat nationalisme en met de taal van dat nationalisme wordt omgegaan? Ik vind haar heel eigentijds. En wat ik met mijn boek heb gewild is een eigentijdse vrouw. Natuurlijk was van toen, maar ik ervaar haar als eigentijds. Te benaderen vanuit mijn tijd. Met helemaal niet het gevoel dat ik met een gedateerd gedachtegoed te maken had. Wat je uit haar werk kunt leren is dat dat schrijvers heel visionair kunnen zijn. En hoe fantastisch is dat eigenlijk niet. Want ik ervaar haar als eigen tijd. Maar zij was in haar tijd uiteraard visionair. En wat je van haar kunt leren is die lessen ten aanzien van xenofobie, folklorisme, populisme en zo. Die grote angst daarvoor.
je zou dat serieus kunnen nemen. Maar ze is uiteraard niet de enige schrijver die daarover haar zegje heeft gedaan. Het is wel zo dat zij een oeuvre heeft geschreven. En dus niet alleen dat taalfilosofisch werk of die pamfletten. Maar ook gewoon haar fictie waarin je ziet gebeuren hoe het is om gemangeld te worden. En waarin je steeds ziet hoe een individu probeert haar plaats te veroveren. In feite hoe ontiegelijk moeilijk het is. Misschien is een les van Karin van Brugge nog wel dat individualisme zo makkelijk nog niet is. Want het was niet makkelijk. En ik denk ook dat het nu nog steeds helemaal niet zo makkelijk is om te proberen individualistisch te denken. Ja, en dat is iets wat zeker geldt voor Carrie, want dan zitten we eigenlijk weer bij de titel van jouw boek. Er is geen ander zijn dan anders zijn. Voor haar was schrijven net een onderscheidend iets. Iets wat haar anders maakte dan de anderen. Ze heeft ook een heel eigen stem als auteur. Ja, ze heeft een heel eigen stem. Ik vind stem altijd fijn. En om te lezen dat iemand toonstem heeft, dan ben ik al verkocht. Want in een stem klinkt iemands persoonlijkheid. We moeten ook niet al te stoer doen over dat wij, en je bent een ik, en dat is bovendien, hadden we alles vastgesteld, een vloeibaar ik. Maar, want intussen maak je natuurlijk wel deel uit van je tijd. Je maakt veel deel uit van je taal. Dat is de grote contradictie in de strijd die je tegen dezelfde fenomenen aan het plegen bent. Dus ja, je hoopt wel dat het ergens landt en dat jouw vloeiende ik weer ergens vervloeit met een andere ik, of dus nooit een groep of wat dan ook. Ja, je haalde in die context daarnet ook al twee moderne vrouwen aan als een van de andere pamfletten die zij geschreven heeft. Waarom vind je dat zo'n bijzonder werk van Carrie? Sorry, ik was eventjes. Ja, dat twee moderne vrouwen. Dat is een essay. Het is uit, 1913 of 14. Zij had toen een verhouding met Frans Koenen. Frans Koenen was polygaam. Die had meer vrouwen en dat wist ze ook. En dat accepteerde ze ook. Typisch Carrie, ze wilde de dingen begrijpen en dan accepteerde ze het ook. Ik bedoel, zij zal het populisme ook niet zozeer geaccepteerd hebben, maar wel hebben geprobeerd te begrijpen. Hè? Dat is een subtiel verschil. En in twee moderne vrouwen, daar vind je het terug wat haar ja, ideaal is een groot woord, maar misschien dan hup dan maar. Een ideaal is ten aanzien van de verhouding tussen man en vrouw. Zij acht zichzelf dus geen haar minder dan een man. Zeker dus niet wat denken betreft en ook niet wat schrijftalent en zo betreft. En ze heeft de hoop dat de man dat zou accepteren en beseffen. En van daaruit, als hij dat accepteert, dan wil zij, en dat heeft met seksuele te maken, dan, want dat is bij haar veel ingewikkelder, dan mag hij de heerser zijn, maar verder moeten ze gelijkwaardig zijn. Ze verdraagt het helemaal niet dat zij betutteld wordt of ja, als de mindere wordt beschouwd omdat ze toevallig een vrouw is. En dat, ja, in twee moderne vrouwen, daarin vergelijkt ze twee boeken. En het ene is van Bernard Shaw en dat is Candide. En dat Bernard Shaw is een van haar literaire helden. En tot haar grote teleurstelling moet ze ontdekken, als ze dat boek recenseert, dat die Candide, ja, zo'n vrouw is die zij helemaal niet meer wil zijn. Inschikkelijk, toch een beetje, ja, meisjesachtig, behaagzuchtig. En daar, ja, prototypisch vrouw. Zij wil niet prototypisch vrouw zijn, ze wil mens zijn. Dus
Het is een eeuw geleden en ze heeft dus twee polen. Acceptatie van vrouw als totaal mondig en gelijkwaardig. Mentaal, intellectualistisch en zedelijk en ga maar door. Maar op het erotische vlak, daar vond ze het ingewikkelder. En daar deed ze uitspraken over die wij misschien nu, weet ik niet, gedateerd. Ik kwam niet zo lang geleden een uitspraak tegen van Nina Polak. Ik zeg het ook in het boek, want ik vind dat leuk, dat soort dingen te horen of te lezen. Die ook iets had van, ja, op seksueel gebied weet ik het niet. Daar heeft het toch heel erg te maken, seks heeft toch erg te maken met ongelijkheid. En wat man-vrouw betreft ook met lichamelijke kracht, daarin verschil. Dus, enfin. Je zei, Carrie is in zekere zin heel visionair gebleken. En dat is ze ook bijvoorbeeld in haar houding ten opzichte van religie. In De Verlatene heeft ze het over het secularisatieproces van vier kinderen in een gezin, die zich eigenlijk losmaken van het dogmatische van het Joodse geloof. Nu, haar broer, haar lievelingsbroertje, Jacob Israël de Haan, was op een heel andere manier veel religieuzer dan zij. Hoe zat die verhouding in elkaar? Ja, dat is uit elkaar gegroeid. Wat denkbeelden betreft is het zeker uit elkaar gegroeid. Zij had veel bewondering, toch ook wel voor zijn overgevoeligheid. Ik bedoel, zij heeft dat nooit bespottelijk of minderwaardig gevonden. Ze begreep dat hij zo worstelde met wellicht ook zijn homofilie, maar ook zijn religieuze gevoelens. Ze zijn nooit uit elkaar gegaan. Er is uiteraard een zekere vervreemding tussen hen gekomen, omdat zij een hele andere weg ging dan Joop. Maar dan als je Eva leest, Eva is zo'n fantastisch boek, omdat dat hele leven daar weer in terecht is gekomen. Geldt voor meer romans, maar vooral voor Eva. Dat gaat het langste door in haar eigen leven, als je dat op elkaar wilt leggen. Daar vindt dat prachtige gesprek plaats tussen de weduwe van David, voor wie de Jacob Israël modellen heeft gestaan, dat leidt geen twijfel. En dus de hoofdpersoon van Eva. En daar staat Carrie van Brugge voor. En daar doet ze allerlei uitspraken in die erop wijzen dat ze in feite werkelijk ongeveer alles wenst te begrijpen. Ook alles wat afwijkt, misschien zelfs van haar eigen denkbeelden. Maar die homofilie, die weduwe, die suggereert nog van ja, dat is een ondergang geworden. Nou, het is werkelijk. Ze aanvaardt het. Iemand is gebekt zoals hij is en zingt zoals hij is. En zelfs, hij heeft geen zelfmoord gepleegd in dat boek. Al wordt een beetje gesuggereerd. Hij heeft zijn longziekte verwaarloosd. Maar ook dat wenst ze te begrijpen, want dat vindt ze een waardiger dood, de zelfgekozen moord, dus de zelfmoord, dan bijvoorbeeld als soldaat geslachtofferd worden of in een duel ten onder gaan. Zij heeft buitengewoon getreurd om de dood van die broer, heeft ze prachtige in memoriam geschreven, waarin ze vooral terugdenkt met, natuurlijk met pijn in het hart, aan hoe ze vroeger samen klein waren en hoe erg het was dat hij nooit meer, dus Zandam en dat water en die sluisjes en zo zou zien. Maar waarin ze ook haar diepe bewondering uitspreekt, juist voor zijn getroubleerdheid, zijn ingewikkeldheid, het feit dat hij echt nooit een compromis heeft willen sluiten ten aanzien van uitspraken als de zaken gaan voor het meisje en het was een dromer. En zelf was ze misschien de dromerij voorbij. Maar ze heeft eigenlijk ook altijd in haar werk, zijn regeltjes, de Don Quixotes en toch ook de Prometheus en de Fausten als eenlingen, als eenlingen die iets willen, hè? Dus idealist, oké, idealisme, nee, dan ga je weer.
Marx is ook, nee, Marx zelf, ja. En, ja, dus dat is heel mooi zoals ze dat gedenkt, ook in Eva. Maar ze waren uit elkaar gegroeid en Jacob Israël de Haan, die ging van het een naar het ander. Die schoot al de ene kant uit en dan schoot hij de andere kant weer uit. En in Israël is hij uiteindelijk door Zionisten doodgeschoten, omdat hij vermoedde dat hij met Palestijnen heulde, zoiets. Ik bedoel, ik heb alleen maar de biografie van Jaap Meijer over hem gelezen, maar je vindt overal dezelfde conclusie. Ja. De grootste uitwas, zeg maar, van het nationalisme van de 20e eeuw, de Tweede Wereldoorlog, die is Carrie bespaard gebleven. Daaraan ja. Is ze als Joods meisje ontsnapt. Ja, ja, en haar kinderen ook gelukkig. Die leefden, maar die hebben het overleefd. Het was voor mij een geweldige opluchting. Ik dacht, oh jee, die kinderen zullen toch niet dood zijn. Het is heel romantisch van me dat ik dat zo ontzettend graag niet wilde. Maar ik was echt heel blij dat die in ieder geval, maar ja, familieleden, schoonbroer, schoonzus, tantes, van alles is er ook vernietigd of bezweken in de concentratiekampen van de Hanen. Dat is haar bespaard gebleven. Het is speculeren in hoeverre haar inzinking te maken heeft met het oprukkende nationalisme en nazisme. Want het is immers zo dat ze in Oostenrijk, toen ze dat fantastische boekje Tirol schreef, en dat zat pal tegen haar instorting aan, 1 jaar ervoor is dat gepubliceerd, dan heeft ze de hakenkruisen gezien. Ze gaat er niet zo erg op in. Ze gaat wel op een zeer antisemiet boek in van ene Chamberlain. Niet die ene, maar een andere. Dus gewoon zoon van Wagner. Die angst moet er heel diep in hebben gezeten. En ik kan voorstellen dat die factor in combinatie met ja, toch vreselijk je broer vermoord, toch altijd ook wel heel erg moeten leuren met je ideeën. Prometheus had wel wat bewonderaars, belangrijke bewonderaars, maar populair was ze er niet om. Populair was ze om dingen waar ze zelf minder om gaf, de wat makkelijke romannetjes en de columns die ik fantastisch vind, maar dat ging haar natuurlijk zo makkelijk af, dan kon ze dan niet zo opteren misschien naar haar idee. Ja, ik weet niet, al die factoren bij elkaar plus een neiging tot geestelijke instorting hebben gemaakt dat ze uiteindelijk is ingestort en na 4,5 jaar naar de slaapdrank heeft gegrepen. Al dan niet met de wens er voorgoed vanaf te zijn, dat weten we niet. Ja, Carrie was in zekere zin op heel veel manieren haar tijd ver vooruit. Ze heeft nagedacht over heel veel dingen die vandaag nog steeds heel actueel zijn. Dat visionaire vinden we zeker ook in haar houding tegenover patriotisme, tegenover de rol die taal daarin speelt. Wat kunnen we vandaag uit het lezen van Carrie leren dat ons kan wapenen daartegen, denk je? Je kunt zoveel schik in haar werk hebben, in haar moed, in haar uitputtende poging om zo goed mogelijk op alle fronten haar gedachtegoed weer te geven, dat je haar leven, niet zozeer ook, maar dat je haar ideeën aantrekt. Dat denk ik. Dan zul je haar natuurlijk moeten lezen, want ze had wel de nodige prachtige slogans, maar ze is in de eerste plaats natuurlijk een schrijfster. En uit haar werk zul je dat in eerste instantie moeten halen. Ik heb wel geprobeerd, natuurlijk doe je dat in mijn boek, te speculeren over waar ze nu zou staan. Ja, dat is een interessante vraag altijd. Natuurlijk probeer je dat spel te spelen. Ik herinner me, een van de dingen die ik opperde is dat ze bij jullie, bij de Belgen, David van Rijbroek misschien wel in de club zou zitten. Want ze vond het woord regering al gauw synoniem met wanregering. Ze had
grote hekel aan het woord grenzen, zoals cosmopoliet en wereldburgerachtig, hè. Dus niet in de eerste plaats Nederlander, dus dan denk je, ja, een Europeaan, een half anarchist, waar kom je dan terecht? Ja, zelfs daar heeft ze een interessante uitspraak over, want die hele Europese gedachte, ze zegt ergens ook, ja, maar een bond zonder tegenbond is ook weer een ondenkbaarheid. Dus in elke solidariteit zit er ook weer een polarisatie. Ja, ja, het houdt nooit op. Misschien is dat de les, nee, maar dat is niet... Ze is heel goed en dat kan je... Ik heb toen ik haar voor het eerst las, veel jonger, meteen gedacht, dit doet er toe. Dat is iemand die met me mee mag lopen en dan hoef je niet per se alles steeds te volgen, dat hele werk te kennen. Maar het sprak me geweldig aan. Dus een denkende vrouw die voortdurend de subtiliteit in de gaten houdt, natuurlijk heel goed kon schrijven en niet te vergeten, erg geestig was. Het stikt van de relativeringen. Ze loopt als een halve columnist ook door allerlei boeken heen, ook al zijn het dan geen columns. Ja, dat is zeer aantrekkelijk. Dat is wel iemand met wie je graag... bezig wilt houden. Ik wou zeggen verbinden, maar dat is weer zoiets. Ja, het is een hele goede schrijfster. Ik ben niet de eerste die zegt dat het... Ze wordt genoemd altijd bij de eerste, bij de vier of vijf beste schrijvers van het begin van deze eeuw. En dan is zij de enige vrouw daartussen, altijd maar weer. Dat is natuurlijk ook niet voor niks. Dus ze is en heel goed en ze is hartstikke eigen tijds. Nee, een van de dingen die ik ook heel mooi vind aan Carrie van Brugge, en die ons misschien ook wel kunnen wapenen tegen het populisme van vandaag, is dat ze zo ongegeneerd complex durft te zijn. Ja. En misschien is dat ook iets wat we nog van haar kunnen meenemen. Lees Carrie van Brugge, geniet van de complexiteit van haar werk. Durf je daaraan over te geven, ook al begrijp je niet alles, neem mee wat je wel begrijpt. En vooral laat het als een soort ervaring tot je komen. Ja, en af en toe heel erg om haar lachen. Want die wiets, die heeft ze wel aan haar broek hangen. Oké, dankjewel. Barbara van der Pol, ik vond het heel fijn om bijna 5 uur lang met jou over Carrie van Brugge te mogen praten. En voor wie nog meer Carrie wil, zijn er natuurlijk de boeken, want daarin vind je haar het makkelijkst terug. Dankjewel. Dankjewel. Je luisterde naar een contextaflevering van de podcastserie Eva vanuit Galerie Bart in Amsterdam. Je hoorde Gaia Schoeters in gesprek met Barbara van der Pol. De podcast is geproduceerd door Studio Minailo, opgenomen door Koen Kevel van PME Technica en muziek van Stephanie Jansen. Wil je meer te weten komen over Eva? Volg deze podcast of kijk op www.carrievanbrugge.nl.